Dit is de werkplaats. Henk, hier waren de gedetineerden aan het werk. Hè? Op de hoogtijdagen, hoeveel man was hier aan het werk? In deze zaal hebben we in hoogtijdagen wel eens 50 mensen gewerkt. Ja, 50 mensen. Dat moet echt een herrie van je welste zijn geweest in zo'n werkplaats. Het is nu hartstikke verlaten, hartstikke leeg. Hoe is dat voor jou? Een beetje dubbel. Je hebt hier die periode van drukte meegemaakt, van harde arbeid. En nu zie je het zelf. De zaal is leeg, de stoeltjes zijn op de tafel. Het heeft een trieste en verlaten aanblik. Hierachter zie ik volgens mij nog wel wat gereedschap staan. Wat was dat voor ruimte? Dit is ons kantoortje waar de jongens altijd bij elkaar kwamen om koffie te drinken, ook de administratie te doen. En aan de andere kant heb je nog een werkzaal. Nou kan ik me voorstellen, criminelen, zware jongens, gereedschappen, dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Klopt, ja. Daar moet je de jongens ook goed inseinen welke gevaren er aan bepaalde gereedschappen verbonden zijn. En die instructies die kregen ze ook. Die waren altijd heel, heel streng en ook belangrijk voor hun, maar ook belangrijk voor ons, voor onze eigen veiligheid, maar ook voor hun veiligheid. Zijn er wel eens incidenten geweest dat er mensen werden aangevallen? In mijn periode eigenlijk nauwelijks. Ik heb één keer een situatie meegemaakt dat er gedreigd werd met een spijkerpistool, maar dat is beperkt gebleven tot dreigen. Dus er is nooit... Maar er stond wel iemand met een spijkerpistool in zijn hand van... Ja, dat klopt. En dan druk je ook alarm. Dan gaat de alarmbel ook rinkelen. En dan krijg je direct ondersteuning van de collega's. En dan is de situatie toch wel vrij onder controle, ja. En nou bijvoorbeeld aan deze tafels. Waar zitten hier aan? Hier zaten die gedetineerden uren achtereen. Wat deden ze? Wat maakten ze? En aan deze tafel werden met name de laatste periode veel ompakwerkzaamheden gedaan. Dan moet je denken aan het ompakken van boutjes en moertjes. Die kwamen hier in bulk binnen en die werden dan per 100, per 200 ingepakt. En ik kan me ook nog herinneren dat hier ook nog, allerlei dingen hebben jullie hier gemaakt. Je vertelde straks ook fietsen zelfs in elkaar gezet. Ja. Maar er was een heel andere setting dan dit, hoor. Want dan moet je de tafels helemaal wegdenken. Want er was een hele lange straat met fietsonderdelen. Uiteindelijk kwam dan het product, de fiets, uit van de band gerold. Wat verdiende zo'n gedetineerde nou hier? Ze verdienen €1,75 per uur. Dus per ochtend of per middag verdienen ze dan €7. Ja, dat zijn kleine bedragen. Kan je haast niet voorstellen in het gewone, in de buitenwereld. Maar wat deden ze met dat geld? Wat konden ze ervan kopen? Dat geld hadden ze met name nodig om een eerste levensbehoefte te kunnen voorzien. Moet je denken aan koffie, thee, suiker, tabak uiteraard, want de meeste jongens rookten dan ook. En daar gingen de inkomsten aan op vaak. En met die motivatie kwamen ze hier dus ook werken om dat te kunnen regelen? Dat was voor hun een belangrijke drive om hier naartoe te komen. Naast het hebben van sociale contacten, want ze konden hier ook vrij met de mensen praten, ook met ons praten. En dat was voor hun wel een stimulans om hier naartoe te komen, ja. Ja, want ze hadden relatief veel vrijheid. En dat klopt inderdaad. Relatief veel vrijheid, ja. Maar vrijheid tot zover je dat toelaat, hè? Ik moet zeggen, want als de tijd om was, dan was het gewoon weer terug richting de cel. Ja, en ook in de pauzetijd stuurden we ook heel streng op de pauzetijden. 9:45 ging dan de muziek uit. De jongens kregen een kopje koffie. En om 10:00 ging de muziek weer aan. En dan hervatten ze het werk weer. Het blijft een gevangenis. Het blijft een gevangenis.